Goedemiddag, de Vrijmibo is weer begonnen. Iets later dan normaal, dat kan natuurlijk wel eens gebeuren. Ik zat vanmorgen in de auto, ik luisterde altijd op vrijdagochtend even naar New Music Friday. Want je wilt toch een beetje op de hoogte houden van wat er allemaal gemaakt wordt in Nederland. Neem het even door. Toen hoorde ik eerst Hemel en Aarde voorbij komen. Een cover van het nummer van het Cilia Romli, gedaan door Lisa Lois. Ja. En vervolgens de eerste keer, ik denk nou, het is zeker songfestivalperiode die eraan komt. Ook daar een cover van, door Paul Sinna en Fleur. En dat klonk echt, wil ik niet zeggen dat het van Lisa Lois niet goed was, want dat was ook een hele mooie eigen versie. Maar dit was echt wel heel bijzonder wat ze hiermee hebben gedaan. Heel verrassend, ja. Ja, om het klein te houden, heel anders ook. En daarbij vergeet je dan Franklin en Maxime. Wie zijn dat? Ja, klopt. Paul Sinna en Fleur, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, nou ja, goed, we reageren eens op wat wij daarvan vonden. Want dat moet toch een leuk zijn om zo'n veer in de... Nou ja, je weet waar te krijgen. Geef maar een reactie. Ja, dat is echt superleuk om te horen. Want toen wij zeg maar te horen kregen dat we dit nummer gingen coveren, volgens mij had Paul het een beetje uitgekozen. Toen dachten we wel van ja, wat gaan we hiervan maken? Het is natuurlijk heel makkelijk om er een balladversie van te maken. Maar we wilden echt iets tofs maken voor de zomer. Iets wat ook gewoon dansbaar is, weet je. Het is wel leuk nu alles weer langzaamaan open gaat om gewoon weer iets uptempo te maken. Dus ja, dat is super tof dat jullie het zo leuk vinden. Thanks. Ja. Het idee komt dus van jou, Paul. Nou ja, op een gegeven moment, Fleur en ik die zitten bij hetzelfde label, zijn we aangesloten. Dat is dus Cloud9 Music. En ik kreeg vanuit hun eigenlijk de vraag of ik mee wil doen aan het project. Ik zei, het lijkt me hartstikke tof. En er was een lijst van liedjes waaruit ik kon kiezen. En toen dacht ik, dit lijkt mij een leuk liedje om in een nieuw jasje te steken. Toen hebben we dat samen met Fleur gedaan. En met de Companions samen, dat zijn twee producers die ook een groot deel... verantwoordelijk zijn voor het feit dat het zo lekker anders klinkt en zo'n nieuwe versie worden. Dus zoals ze dat hebben zeggen, shout-out naar hun. Ja. Zeker. Maar komt er dan een heel songfestival project nog aan? Omdat je het hebt over een lijst met liedjes? Ja, volgens mij zijn er wel meerdere liedjes gemaakt die gecoverd zijn van oude songfestival-inzendingen van Nederland. Dus we zijn niet de enige nu. Ah, vandaar ook het nummer van Lisa Lois. Zit Lisa ook bij datzelfde label dan? Volgens mij niet. Weet jij dat, Paul? Of het is gewoon toeval natuurlijk, omdat volgende week of over twee weken het Songfestival eraan komt natuurlijk. En ik bij dat label, maar Fleur en ik toevallig wel. Ja, ja. Oh, en dat is ook waarom je dus bij Fleur bent gekomen. Want het label heeft eigenlijk gezegd, oké, Paul, dan moet je dat wel zingen met Fleur, want die zit nou bij hetzelfde label. Werkt dat dan zo? Of zeg je van, nou, ik heb ook nog wel zelf wat te wensen? Nou ja, ik heb zeker zelf wat te wensen, maar ik vond het eigenlijk wel een heel leuk idee. En zij kwamen inderdaad met het voorstel en toen dacht ik, oké, laten we dat gaan doen. Ja, niet iedereen zal jullie misschien kennen. Nou, de jongeren natuurlijk sowieso wel, maar goed, de regionale omroep heeft ook vaak wat oudere luisteraars. Paul, je hebt de Herman Brood Academie gedaan. Je was Petrus in The Passion, daar kunnen mensen jou natuurlijk van kennen. En Fleur, jij hebt aan The Voice meegedaan. Live shows gehaald, 2019 alweer, hè, geloof ik. Ja, nee, net niet de live shows gehaald hoor. Net niet, oké. Nee. Maar je kwam tot de live shows, ja. Ja, klopt. Ja, en ik studeerde ook zang in het conservatorium in Haarlem laatste jaar. En ik speel veel bij Crazy Pianos. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, Den Haag, zeker. Ja, klopt. Ja, Scheveningen is dat toch? Ja, dat zit ook al een tijdje dicht natuurlijk. Helaas wel, maar aankomende woensdag, wat is het? Dan gaan we weer open op het terras. Dus ja, dat is wel leuk. Dat is toch weer iets te doen. Ja, gezellig, ja. Hoe ben jij de afgelopen periode doorgekomen? Want dan ga je meedoen aan de Voice of Holland. En dan denk je van, oké, dan krijg ik exposure. En dan komt zo'n corona tussendoor. En dan valt eigenlijk alles als een soort van kaartenhuis weer in elkaar. Dat klopt, ja. Maar ja, ik was toen ook net getekend bij Cloud9. En ik had heel veel schrijfsessies. Dus ik zat heel veel in de studio. En dat is wel iets wat ik daarvoor nooit echt gedaan heb. Dus ik heb onwijs veel tijd voor. En ik heb mijn scriptie afgemaakt. Ja, klinkt ook stom, maar het is toch wel lekker. Dus ja. Dat moet ook gebeuren, hè? Ja, toch? Ja. Die schrijfsessies, dat is echt waanzinnig populair. Dat zal je ook beamen, Paul. Ik zie regelmatig allerlei berichten voorbij komen uit de wisseloordstudio's, de oude wisseloordstudio's. Dat is volgens mij een soort van schrijversbolwerk geworden. Ja, zeker. En je ziet ook steeds vaker tegenwoordig dat mensen echt met elkaar samen gaan werken. Dus in mijn geval ook. Ik schrijf ook veel voor andere Nederlandse artiesten. En dat zijn minder clubjes geworden die alleen met elkaar werken. Maar er wordt echt door het hele land... de meest bijzondere combinaties worden er gelegd om samen de beste muziek te maken. En Wisseloord is inderdaad een van die plekken waar vaak van die zogeheten writing camps dan zijn. En waar ze dan met z'n allen gaan zitten om de tofste liedjes te maken. Ja, maar ik vind het ook leuk. Want weet je, eigenlijk alle artiesten, Engelstalig, Nederlandstalig, die kloppen op een gegeven moment allemaal aan. Ik heb begrepen dat Tino Martin pas geleden ook nog bij de mensen rondom Catalina hebben aangeklopt. En daar hebben ze ook weer voor geschreven.
Ja, dat klopt inderdaad. Het is grappig dat je dat zegt, want in de ruimte naast mij heb ik vandaag een sessie met Catalina. Dus dat is toevallig. Oh. Ja, zij is zo populair volgens mij, want ze schrijft ook voor Maan. Ja, waar schrijft ze eigenlijk niet voor? Samen met Galfijn, geloof ik ook, hè? Galijn. Of Galijn. Ja, ja, ja. Klopt, klopt. Ja, ze schrijven... Ja, ja zeker. Ja. Gaan jullie daar ook nog meer uitputten? Ik bedoel, jij bent zelf ook niet geheel onverdienstelijk. Je hebt ook al met heel veel mensen samengewerkt. Met Frenna, met Teske, met Tabita, met Roxanne Hazes. Het lijkt wel of het heel erg populair is, hè? Al die clubjes bij elkaar nu. Ja, zeker. Dus inderdaad, je hebt dan eigenlijk twee verschillende dingen. Je hebt in mijn geval dan featurings. Mensen die je net noemt, dat zijn met wie ik samen een liedje uitgebracht heb. Zoals ik vandaag met Fleur heb gedaan. Maar daarnaast werk ik ook veel achter de schermen aan liedjes. En dit jaar heb ik meegewerkt aan het liedje Mas 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 van Rolf Sanchez. En aan het liedje Loop Niet Weg van Timo Martin met Chris Kos. Dus ik probeer ook achter de schermen veel te schrijven aan projecten waar ik niet per se zelf een rol op de plaat heb. Dus ik probeer inderdaad zeker meerdere pannetjes op het vuur te houden. Want dat is hartstikke leuk. Fleur, smaakt dit naar meer, zo'n samenwerking met Paul? Nou ja, wat mij betreft wel. Dus, ik vind het sowieso, ik vind dat onze stemmen, al zeg ik het zelf, wel lekker klinken met elkaar. Ja, zeker ja. Ja, je zingt echt wel heel goed trouwens. Ja, allebei. Maar want dat liedje, het lijkt heel makkelijk de eerste keer, maar het is zo makkelijk niet. Er zitten hele hoge gedeeltes in, hè? Hele rare samenzang ook. Ja, maar dat heb je goed gedaan. Het is een moeilijk nummer om te zingen, toch wel. Je zou inderdaad zeggen van niet, maar dat is denk ik ook juist alweer de kracht van dit soort liedjes. Dat is vaak wel met dit soort beats. Dat is gewoon best wel, vocaal best wel uitdagend. Maar ja, weet je, ik vind dat wij ons er wel goed van afmaken. Als ik eerlijk ben. En ja, weet je, het is altijd leuk om een samenwerking te doen. Het is eigenlijk mijn eerste samenwerking ooit. En om dat dan met Paul te doen, dat vind ik eigenlijk echt een eer. Ja. Dus dat is wat gaan jullie nu doen qua promotie? Want ja, helaas, de terrassen gaan wel volgende week weer open. Maar zo heel donderend veel kan je ook nog niet doen. Entertainment mag niet. Volle zalen en zo, dat is er niet bij. Ja, maar entertainment op de terrassen mag ook niet, las ik. Een artiest op Facebook die had dat gezet. Die had wel plan om op de terrassen op te gaan trainen. Ja, maar dat mag zingen niet. In het openbaar mag nog niet. Hè? Dus hoe gaan jullie dat doen? Maar... Ja, we gaan het gewoon heel veel promoten natuurlijk online. Ik in ieder geval. En ja, er komen volgens mij wel wat toffe promo's aan. Ik weet niet in hoeverre dat allemaal 100% duidelijk is. Maar ja, we hebben natuurlijk gewoon ons label Cloud9 die daar wel bovenop zit. Ja. Nou, laten we er maar naar gaan luisteren dan. Ik bedoel, dat de meeste mensen zullen inmiddels wel nieuwsgierig naar zijn geworden. De eerste keer, dit zijn Paul Sinha en Fleur. Ja, toch hoor je toch steeds Franklin Brown en Maxime hoor je er doorheen. Omdat het liedje natuurlijk zo bekend is. Maar ze hebben er wel een heel leuke eigen draai aan gegeven. Paul, ja, je zei het al. Ik hoor je dan ook gelijk het riffje van Chris Kos in. Is niet zo verwonderlijk natuurlijk. Het is heel erg populair op dit moment. Goed gebruikt ook. Maar dat hoor je er wel in, hè? Nou ja, ik denk dat wat Chris Kos natuurlijk ook wel een paar keer heeft gedaan, is een oud nummer in een nieuw jasje steken. En dan inderdaad met dat drumpatroon, om het wel het gevoel van nu te geven. Dat hebben we inderdaad met dit nummer ook gedaan. Ja. Dus ik snap zeker wat je zegt. Iets veranderd in de stemmen, de tweede stem af en toe die eronder ligt. Maar wel heel eigen tijd gemaakt. Zonder afbreuk te doen aan het originele liedje. Nou, ja, dankjewel. Tof. En dat was de bedoeling, toch Fleur? Ja, dat was sowieso de bedoeling. Dus ja, tof dat jij dat ook vindt. Thanks. Ja, hebben jullie dan nog veel geluisterd nou dan de afgelopen tijd? Dat je zegt van, oké, het was af in de studio, maar sindsdien hebben we het niet meer gehoord. Want jullie zaten net heel erg, ja, toch eigenlijk wel goedkeurend mee te wiebelen. Oh, nou, ik ben echt zo iemand. Ik luister mijn demo's echt de hele dag. Dus ik heb het wel veel geluisterd, hoor. Maar ja, ik weet niet, doe jij dat ook, Paul? Zeker, ja. Bij mij geldt eigenlijk, vanaf het moment dat het uit is, stop ik een beetje met luisteren. Omdat ik hem dan had gehoord heb. Dan heb je het wel gehoord. Ja. Ja. Dat heb ik ook. Ja, precies, ja. Maar nu net was het wel vast de eerste keer. Dat is voor ons in ieder geval niet de laatste keer. We gaan hem draaien. We gaan hem gewoon mee. Nee, ja, we zetten hem erop. En zo gauw als het kan, hè, allebei ook. Jullie zijn van harte welkom hier, want dat maakt het toch allemaal een stuk leuker. En toch nog weer net iets beter ook. Paul Sinha en Fleur, succes met jullie nummer. En tot gauw dan maar. Tot snel. Ja, leuk, dankjewel. Dankjewel. Doeg. Doeg.